van het Husken. Maar die Janus, mensen. Die Janus. Dit bleek toch wel de oudste god van de Romeinen te zijn. Hij was de god van het begin en van het einde. Een hele maand is naar hem genoemd. Januari. Ja, en een stukje van december. In Rome zit nog altijd heel pontificaal de boog van Janus. Echt voor niet zo gelijksprekend op de Arc de Triomf van Parijs. Zo'n boog heb je in Millingen nooit gehad. Ja, de flitsenboog. Maar die was zo weer weg. Die Romeinse god Janus wordt ook wel gezien als een assistent van Petrus bij de hemelpoort. Janus zorgt ervoor dat de hemelpoort voor jou ook open gaat als je er ooit in mag. En dat is toch positief? Of zie ik dat verkeerd? Nou kan Nimwegen in Vuurland wel heel mooi de prachtige masker van die Romeinse soldaat hebben staan. Een waar kunstwerk van Andreas Hetbelt. En dat zeg ik nou niet omdat hij hier nou op zit. Maar... En Orientalis kan dan wel die hele mooie houten Romeinse boot in Liburna hebben liggen. Die wij overigens zelf hebben betaald. Maar wij hebben hier toch maar mooi onze eigen Romeinse Janus. En geen gewone Janus. Nee, een glad Janus. Een hele slimme, belangrijke man. Zoals blijkt uit diep onderzoek van mijn kant. Wij zouden eigenlijk trots moeten zijn op zo iemand. Wanneer je zo genoemd wordt. Op oude platjes, dan herken je die god Janus meteen. Hij wordt altijd afgebeeld met twee gezichten. Zoek het maar eens op. Het eentje kijkt naar links en de ander kijkt naar rechts. En denk ik, nou dat is typisch die Janus. Het was nog een politicus ook nog. Twee gezichten, hoe verzinnen ze het? Ikzelf heb al moeite met kijken naar één gezicht als ik s'morgens een keer in de spiegel kijk. Ja, en als ik hier rondkijk, zou ik echt niet de enige zijn in Millingen. Maar goed, genoeg eer gedaan aan Janus als een gevolg. Laat maar zitten, we komen er zelf van uit. En dat moeten we ook wel doen, beste Limiabo's. Want anders ga je zo uw bureau op de nek voor alweer een groot integriteitsonderzoek binnen de gemeentegrenzen of een adviesbureau dat na veel vijven en zessen en duizenden euro's lichter erachter komt dat het allemaal niet echt voor de bakker is hier. Nee, welke bakker dan ook, of het nou een warme bakker is of een koude bakker. We zijn al sinds 2015 één grote gemeente, Bergendal. Wat hebben we dat heel lang tegen kunnen houden? Misschien kennen we de ooit nog wel, ligt nog vers in het geheugen, het liedje wat gisteren eind jaren 70 van de vorige eeuw nog het gezongen. Willingen moet blijven, we willen niet bij Beek. Toen was het allemaal nog te overzien. Amber van Gils als burgemeester had het hoofd en daaromheen, ik noemde maar een paar, Jan van den Bos, Wim Hel, Mariekes van den Akker, G. Berends, Jan van Hees, Henny Sibon, Annie van Nul, Pastoors, Karel Jacco en Henneke. Ja, toen waren rasvergaderingen nog wel eens leuk om te volgen. Raken klappen, ja, figuurlijke dan. Die werden regelmatig eruit gedeeld. Duidelijke taal. Jan van den Bos, dat was er zo in. Die sprak niet zo moeilijk. Pof erop, recht door zee. Op zijn afscheidsreceptie toen hield hij zich nog een beetje in. Toen ging het over de gemeentelijke herindeling. Het Millingse schip kapseist. Dat was klare taal van Jan, maar hij zei het toen heel netjes. Jan van Hees die zei, het Millingse schip zal de orkaan niet doorstaan. Zus Tinnisse, ik ben niet zo technisch. En Henny Sibon, mijn broer, die zelf ook geen banketbakker is. Ja, zo is het wel goed, meneer Sibon, onderbrak Van Gils hem toen meteen. En toen kwam Jan van den Bos. Die wreef eens een keer flink door zijn grijze kuif. Hij greep de microfoon en hij zei, ik zeg hoe dit schip gaat naar de kloten. En zo voelden we dat toen. En als je daar problemen mee hebt, mensen, dan moet je ermee naar de dokter. En dat was in die tijd ook dokter Kees Scheppers. Onlangs is dokter Kees overleden. God hebben zijn ziel.
en ze een snelle auto.